Ex-rode duivel Danny Boffin heeft een staat van dienst van hier tot in Tokio. Meer dan 450 wedstrijden op het hoogste niveau in België en Frankrijk heeft hij op zijn konto. Maar nu wordt de Limburger trainer bij derde nationaler KFC Diest. Zijn tweede passage in onze regio, nadat hij in 2014 al aan de slag was als beloftecoach bij KVK Tiene. Ondertussen zit hij al 2 jaar zonder club, maar stilzitten heeft Boffin niets gedaan in die periode. Ik heb ook mijn diploma gehaald van videoanalist. In die periode met de corona kon je die online mee volgen met de bond. Dat heb ik dan ook gedaan. En in september start ik eigenlijk met mijn cursus van mental coach. Omdat ik vind van, men heeft heel veel jeugd met heel veel kwaliteit. Maar soms knakt er iets of soms hebben zij problemen mentaal. Boffin volgt bij Diest Michiel Dowino op, die het te druk had met zijn job. Al blijft de vraag of hij wel aan coachen toekomt. De club zit na het afhaken van hoofdsponsor Napoleon Games in zware financiële problemen. Dat is heel moeilijk. Hè? Je weet niet welke groep of welke kern dat je gaat overhouden. Gaan er nog spelers weg? Gaan er niet meer weg? Wat gaat erbij komen? Wat is weg? Dus dat gaan we allemaal de komende dagen zien. Er lopen naar verluid gesprekken met geïnteresseerden, maar evident is dat niet. Want de spelers moeten bijvoorbeeld nog 2 maanden achterstallig loon krijgen. Net als een premie omdat de ploeg de eindronde haalde. Er waren al spelers bij zaterdag die vroegen, maar kan ik eventueel vanaf vandaag al vrij zijn? Omdat er met bepaalde clubs gesproken is geweest. De club heeft gevraagd tot en met aanstaande vrijdag te wachten en even goed te trainen. En dan zouden zij met een definitief antwoord komen. Ofwel gaat die verder, ofwel stopt het.